Zojuist bij de persconferentie van Sony hier op de IFA 2016 heeft Sony twee nieuwe toestellen aangekondigd. De Sony Xperia XZ en de Sony Xperia X Compact. Nou, Sony zei zelf dat het al een tijdje niet zo goed ging met Sony. En nou, laten we hopen dat dit soort nieuwe producten ervoor gaan zorgen dat het weer beter gaat met Sony. Nou, de behuizing van deze Sony is weer heel mooi afgewerkt. Het is niet de dunste telefoon van de wereld, maar daardoor past natuurlijk wel een wat dikkere accu in en ook een goede camera. Aan deze kant vinden we nog een aansluiting voor een micro SD kaartje en aan deze kant hebben we een USB-C aansluiting. Deze Sony Xperia XZ heeft een 5,2 inch Full HD scherm. Nou, er zijn toestellen met een hoge resolutie, maar ik vind het eigenlijk goed genoeg en het ziet er echt goed uit. Daarnaast heeft hij een Qualcomm 820 processor en heeft hij 3 GB werkgeheugen. Nou, dat laatste is een prima hoeveelheid. Verder is er nog 32 GB opslaggeheugen. Wil je meer specs zien? Die staan hier straks onderaan deze video. Over specificaties gesproken. Het toestel heeft een 2900 mAh accu. En dat is net wat meer dan gemiddeld als je kijkt naar andere toestellen met hetzelfde schermformaat en dezelfde resolutie. Net wat groter dus, maar ja, die camera verbruikt dat misschien wat meer. Dus ja, de vraag is of dat echt een lange accuduur gaat opleveren. Terwijl het toestel opnieuw opstart. Het toestel is ook weer waterdicht. Maar wij weten, daar moet je niet hoge verwachtingen van hebben. Maar goed, het is in ieder geval beter dan waterdoorlatend. Sony maakt altijd meer werk van de camera in dit soort toestellen. En dit keer hebben ze een triple imaging sensor technology. Ik dacht even, wat is dat? Zijn er nou 3 sensoren of zo? Nee, dat is gewoon slimme marketing. Dat is gewoon 1 grote sensor van 23 megapixels. Het fotograferen wordt geholpen door nog 2 elementen. Namelijk een laser focus sensor. Nou, die kennen we al lang. Dat heeft LG al jaren geleden een keer geïntroduceerd. En daarnaast is er ook nog een sensor die kleuren meet. En dat is bijvoorbeeld voor witbalans heel goed. Dat is wel nieuw. Samen moeten al die sensoren ervoor zorgen dat je betere foto's hebt bij slechte omstandigheden, bijvoorbeeld bij slecht licht of bij veel beweging. En ook de kleuren moeten beter worden. Nou, dat beter worden van die foto's, dat laten ze je zien in allerlei demo's. En nou, daar ziet het er ook inderdaad goed uit. Hoe dat zich nou verhoudt tot de kwaliteit van andere camera's in een smartphone, dat moeten ze natuurlijk eerst nog maar testen. Ook nieuw is de optische beeldstabilisator, die werkt in dit geval over 5 assen. Nou, dat is prachtige techniek, maar helaas werkt het alleen als je video's maakt. Verder zit er zoals bij alle betere Xperia toestellen een echte cameraknop. Ik zou wel willen dat andere fabrikanten dat ook wat vaker gingen toepassen. Aan de voorkant vinden we een selfiecamera van 13 megapixel. En er is ook een grote lens, zodat je misschien je selfie-stick vaker thuis kan laten. Een andere bijzonderheid dat is het gegeven dat de software zich aanpast aan je gedrag. Een van de elementen is Xperia Tips. Dat zie je hier trouwens al in beeld. Hij geeft nu een tip om iets de camera op een handige manier te gebruiken. Maar er is nog meer slimmigheid. Bijvoorbeeld de manier waarop jij je telefoon oplaadt. Nou ja, daar past hij zich, dat leert hij kennen. En op een gegeven moment past hij zich daarop aan, zodat hij de batterij wat voorzichtiger kan opladen. En dat is goed voor de langere termijn levensduur van de accu. Goeie uitvinding dus. Ook kijk de telefoon welke apps jij zoal gebruikt en dan na een tijdje dan zal die zeggen van deze apps die gebruik je helemaal niet meer. Dus misschien moet je die eens afgooien of misschien even deactiveren. Dat is dan weer goed voor de snelheid van je toestel. Ook op het gebied van geluid heeft Sony extra haar best gedaan. Zo worden alle echt hoge resolutie audioformaten ondersteund. Nou, ik vind dat zelf helemaal geweldig, maar nou ja, de meeste mensen die zullen eigenlijk wel genoeg hebben aan gewone cd-kwaliteit. Een aardige accessoire die je nog bij kunt krijgen, dat is een flip cover waar je gewoon in zijn geheel doorheen kan kijken, zodat je hem dicht kan laten. Nou ja, dat is voor de bescherming van het toestel natuurlijk best goed en dat is met zo'n groot scherm kan dat helemaal geen kwaad. We hebben hier nog de Sony Xperia X Compact, dat is het kleinere broertje van de XZ. Hij heeft een 4,6 inch scherm en er zijn nog een paar andere verschillen die wel van belang zijn. Hij heeft een wat trager processor, de resolutie is wat lager en de voorcamera is er eentje van 5 megapixel in plaats van 13 megapixel. Verder heeft hij een accu van 2700 mAh. Dat is best wel wat meer dan de gemiddelde 2200 mAh die je hebt bij andere toestellen met dezelfde scherm en dezelfde resolutie. Het toestel werkt nu nog met Android M, maar ze beloven dat er ook een update komt naar Android N. Ze zullen daar waarschijnlijk redelijk over communiceren via een website. Dat doen ze bij een andere toestel ook aardig. De XZ komt in oktober op de markt voor 700 euro. En de X Compact komt al in september op de markt voor 450 euro. Nou, we gaan die toestellen natuurlijk ook nog zelf kopen en dan testen. En dan kunnen we zien hoe dat zich verhoudt tot alle andere toestellen in de markt. En dan kunnen we misschien zeggen of dit inderdaad gaat bijdragen aan de redding van Sony.